Want die mensen hebben er geen klap aan. We eindigen dan het debat waarbij de heer Pechtold zegt, nou, het was een trucje, waarbij ik een inhoudelijk voorstel doe en vraag om een reactie. Zullen we daar ook de straffen verdubbelen, meneer Dijkhoff? De heer Dijkhoff. Voorzitter, als ze het in die wijk doen, wel ja. Dat is consequent. Voorzitter, ik begin nu nerveus te worden, want ik word beschuldigd van arrogantie door de heer Baudet, dus dan heb ik het bond gemaakt. Maar ik zou ook zeggen, voor gezin in brede zin en stellen zou je toch in de praktijk moeten kunnen regelen dat ze aan één tafel kunnen zitten en wat dichter bij elkaar. Als een stel s'nachts lepeltje ligt, zou je toch ook gewoon binnen 1,5 meter een vorkje moeten kunnen prikken. Ze hielden zich liever bezig met klimaatakkoorden, dividendbelasting en het bestrijden van overgewicht. Maar hier hebben ze helemaal niets aan gedaan. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter. Die worden persoonlijk, hè, bestrijden van overgewicht, maar daar kom ik eigenlijk niet voor. Ik snap dat de heer Wilders dit zegt. Ik wil één ding corrigeren, ik was vorige week niet geschokt. Ik zag ook die koppen hoor, waarin stond dat ik geschokt was. Dat verbaasde me dan weer. En met dat gekke klimaatbeleid van u heeft u het over verdelen van de kosten, maar ze gaan opnieuw betalen en in uw portemonnee gaat u ze pakken. U bent wat dat betreft niet voor de gewone man, u bent er om op het plus te blijven zitten. U bent een plusplakker en dan moet u 20 keer naar links bewegen. Dat zult u doen, meneer Dijkhoff, dat is niet geloofwaardig, omdat het u niet gaat om de... Ik ben volgens mij nog aan het woord, omdat het u niet gaat om de Nederlander. Het gaat u omdat u zelf met uw achterste in die stoeltjes kan blijven zitten. Ja, meneer Wilders, dit is toch echt bespottelijk van alle mensen in deze kamer. Ik kwam van de middelbare school af, toen zat u er al te plakken. En u plakt er nog steeds. En u bent er niet eens, u bent er even van afgekomen om op afstand iemand... Ik zit niet in vak K, ik sta hier. Dat is een bewuste keuze. De VVD zit in vak K zolang de kiezer ons dat gunt. En de kiezer heeft inderdaad keuzes. En de kiezer kan kiezen tussen iemand die nooit iets heeft gedaan, 2 jaar lang ook concessies heeft gedaan, daarna snel weer teruggerend is naar dat vertrouwde plakkerige bankje waar u nu in zit en al heel lang in zit. En kan kiezen tussen iemand die ze ook inderdaad teleurstelt, die vorige week op 1 punt flink heeft ingeleverd, ja. En daarvoor wel dingen heeft teruggekregen, zoals afschaffen van kinderpardon, discretionaire bevoegdheid en het minder ophalen van vluchtelingen volgens de hervestiging. Ja, dat is een mixed bag, daar moet de kiezer zichzelf over oordelen. En uiteindelijk leven we gelukkig in een democratie waarin ik hier niet afhankelijk ben van wat u van mij vindt, maar wat de kiezer vindt. En die heeft een duidelijk een keuze tussen nooit teleurstellen en altijd praten of winnen en verliezen samen. Maar wel verantwoordelijkheid dragen en dingen voor elkaar krijgen en dingen doen. Dat is het verschil. Minder immigratie, minder EU en veel meer vertrouwen in de politiek. Dat was geen vraag. U wilt een reactie op? Of welk element hierin behoeft nog meer toelichting? Welk element hierin begrijpt u niet? De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, ik heb geen behoefte aan de nadere toelichting van de heer Baudet op zijn eigen standpunten. De heer Baudet. Ziet u de causaliteit niet? Nee, ik zie een correlatie. Ik zie u som dingen op. En er is ook een referendum. Ze hebben ook andere soorten kaas en koeien. Ze hebben daar wel een traditie van een referendum, dat ingebed. Ja, ik hoor de heer Dijkhoff spreken over de stijgende kosten in de zorg. Maar waarom hoor ik hem niet over het aanpakken van het VVD-kartel bij de zorgverzekeraars? Waar al die oud-VVD'ers naartoe afzwaaien. Hans Wiegel was voorzitter van de zorgverzekeraars. De man van Edith Schippers was adviseur van de zorgverzekeraars. Jan Driessen, adviseur van Mark Rutte, zit in de zorg- en de verzekeringswereld. En nu heeft net Henk Kamp weer ook een baan gekregen bij de zorgwereld. Waarom hoor ik hem daar niet over? De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, de heer Baudet zal mij de komende jaren nooit horen over dingen die niet bestaan. Dus ook hierover niet. De heer Baudet. Je ziet het gebeuren. Je ziet dat de ene na de andere VVD'er vanuit de Kamer of vanuit het kabinet naar de zorgwereld toe gaat. Je ziet ook dat de woordvoerder van zorg namens de VVD hier in de Tweede Kamer afkomstig is uit de zorgwereld, uit de zorgverzekeraarswereld. Dit is een kartel, dus een gesloten wereld waarin men de handen boven het hoofd houdt, waarin die bureaucratie niet wordt aangepakt, maar alleen maar groter wordt. En dat is het onderliggende probleem, dat moet worden geadresseerd. En het is echt ongelooflijk dat een nieuwe fractievoorzitter hier de eerste dag dat hij hier staat zegt dat het niet bestaat. Ja, voorzitter, wat je ziet is dat bestuurders besturen en als ze ergens goed in zijn komen ze op een andere plek ook terecht. Ik snap dat de heer Baudet daar iets van maakt. Ik snap zelfs dat veel Nederlanders soms denken, goh, die naam zagen we eerst daar en nu zien we hem daar. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk vrij logisch. Mensen die de topfunctie bij een bank bekleden hebben vaak eerder bij een bank gewerkt. Dat staat alleen niet in de krant. Mensen die bij PSV in het eerste komen, komen ook niet van het hockeyveld afrennen. Die hebben eerst ervaring opgedaan in een lager elftal. Dus dat mensen die...
er is goed in zijn, in die sector gewaardeerd blijven en dat er om gevochten wordt. Ja, dat vind ik vrij logisch. De heer Baudet. Ja, mevrouw de voorzitter, dit is de meest interessante verdediging van belangenverstrengeling die ik ooit heb gehoord. Ik heb een ander punt. De heer Dijkhoff zegt dat hij... Ik ben blij dat ik zoveel steun uit de Kamer mag ontvangen. En dat is eigenlijk een vraag waar ik al een tijdje mee rondloop. Wat is eigenlijk een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, daar hebben we gewoon een woordenboek voor. Ik was benieuwd naar de definitie van de heer Dijkhoff. Ik kan ook een woordenboek pakken en opzoeken, ja, maar volgens precies. mij de combinatie klimaatdrammer staat er nog niet in. Dus nee, ik ben benieuwd. Ik heb daarom, u ik heeft het woord... het in de Telegraaf heeft het geroepen. Dus, ik heb daar het woord drammer gebruikt en dat staat in het woordenboek. En ik denk dat het ook fijn is dat u hier even uitlegt wat u bedoelt met klimaatdrammer zijn. Ja, voorzitter, dan moet u eerst vragen wat ik gezegd heb. Dat was het woord drammer en dat staat gewoon in het woordenboek. En dan heb ik het over mensen die bij het draagvlak niet denken, wat fijn, dat koesteren, nu gaan we kijken hoe. Maar denken, nou, dat draagvlak is er, laten we dan nog een turbo erop gooien. En nog sneller proberen te gaan of nog meer proberen te doen. Waarbij het risico loopt dat het draagvlak wat er was voor een behoedzaam traject, dan niet meer is voor een sneller traject. En dat je dan meer verder afraakt van je doelen die je graag wil bereiken dan wanneer je dat behoedzaam had gedaan en mensen meeneemt. Voorzitter, dat is in ieder geval het antwoord op wat dan een klimaatdrammer is. Mijn vervolgvraag is de heer Jette een klimaatdrammer? Ja, voorzitter, dit spelletje ga ik niet spelen. Ik heb daar in een interview dingen over gezegd. Ik heb daarna ook gezegd dat ik de rest van het jaar dat woord zo weinig mogelijk wilde gebruiken. De heer Kuzu heeft me net al verleid daar alweer een streepje achter mijn naam te krijgen dat ik het toch weer een keer gezegd heb. En dit spelletje verder vind ik eigenlijk niet zo interessant om mee te spelen. Voorzitter, ik vond het ook niet interessant tot het moment dat de heer Dijkhoff in de Telegraaf begon met het woordje klimaatdrammer en een coalitiegenoot uitmaakte voor het feit dat van klimaatdrammer zijn. Dus wie speelt hier nu politieke spelletjes? De VVD speelt politieke spelletjes, dat is één. Waarom is het van belang, voorzitter, om te weten wat een klimaatdrammer is en of de heer Jette eventueel een klimaatdrammer is? Dat is precies vanwege de definitie die de heer Dijkhoff ook zelf geeft. Hij kiest u vervolgens in het klimaatakkoord voor het draagvlak, voor de snelheid, voor de betaalbaarheid. Wat is de positie van de VVD in die brede beschouwing van de definitie van klimaatdrammer die u hier geeft? Waar staat de VVD precies? De heer Dijkhoff. De VVD staat buiten die definitie. Ja. Voorzitter, het is heel moeilijk debatteren als de heer Dijkhoff probeert over alles een grapje te maken en vervolgens andere politieke partijen de maat gaat nemen over het spelen van politieke spelletjes. Nogmaals. Ietsje meer vertrouwen en ietsje meer doorpakken in de reflectie. Want ik denk dat wij politici hier gekozen zijn om dat namens het volk te doen. En dat we dat niet kunnen afschuiven naar een commissie die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, als ik... Naar de kleding van mevrouw Arland krijgt, klinkt het als een aanbod dat ik niet kan weigeren. Maar de intimidatiefactor neemt iets af omdat ik niet verwacht van haar een paardenhoofd in mijn bed te vinden. Zeker niet. Daarom. Dus van haar. Nee. Voorzitter, dit wordt toch gewoon steeds meer een doorzichtige truc. Eerst morgens vertellen, hè, we gaan zwaarder straffen als je in een bepaalde wijk iets doet. Ik ga het nu heel zorgvuldig formuleren. Als je in een bepaalde wijk iets doet, dan nu een tranentrekkend verhaal over kansen geven en vrijheden bieden en onderwijs en taal leren. Hoe lang zit u nou in de regering? Nooit wat aan gedaan. En dan nu zeggen, nee, wat jullie eruit pakken, namelijk dat we gaan discrimineren op waar het gebeurd is. Nee, dat is slechts een onderdeeltje en dat groten jullie uit. Ja, terecht vergroten we dat uit, voorzitter, omdat het natuurlijk onbestaanbaar is. En de voorbeelden van de heer Dijkhoff ook niet opgaan. Dat je in Nederland de locatie bepalend maakt voor de straf. Dat is idioot. Er zijn vreselijke dingen in die wijken. Er zijn vreselijke dingen die gebeuren in wijken. Maar je wilt toch niet dat een afrekening in het criminele circuit in de ene wijk anders wordt aangepakt dan in de andere wijk? Het zou toch van de zotte worden? Ja, voorzitter, dit soort cynisme en haaks gezever over woorden en trucjes, sorry hoor. Ik kom hier gewoon, ja, dit is cynisch, ja. Want die mensen hebben er geen klap aan. We eindigen dan het debat waarbij de heer Pechtold zegt, nou, het was een trucje. Waarbij ik een inhoudelijk voorstel doe en vraag om een reactie. Daar wordt gezegd, moet er per se die maatregelen zijn. Ik ben ervoor, ik zou hem nemen. Als het draagvlak is voor iets anders, wil ik het ook bespreken. Dat is een open manier van politiek bedrijven. En u kiest woorden, u kiest sferen, u kiest toon. En vervolgens na deze dag hebben we geen klap gedaan voor die kinderen die op een vierde nog geen Nederlands praten. Oh,
opgesproken. We hebben geen klap gedaan voor die mensen die in onvrijheid opgroeien en de vrijheid zouden moeten hebben. U heeft hier een moreel verheven debatje gevoerd met mij en op inhoud heeft u niks toegevoegd en geen klap gedaan. De heer Pechtold. Voorzitter, ik ben ongelooflijk blij dat we hier vandaag samen met de VVD presenteren. Taalachterstand vanaf dag 1. Kinderopvang vanaf de vroegst mogelijke jaren. Meer positie voor vrouwen en voor mensen met een zetje nodig op de arbeidsmarkt. Dat is wat dit kabinet doet. En dan ook nog wijken, gaan vergroenen, gaan verduurzamen, zorgen dat er betaalbare huurwoningen komen. Dat is beleid. Trucjes, meneer Dijkhoff. Zijn niet Haags. Ze begrijpen ook in Breda en ook in Wageningen wat u aan het doen bent. Want het is inderdaad een repeterend gebeuren. En het leuke is, aan het eind van de dag, dan zie ik die keutel ook wel weer weglopen. Dan zal de premier netjes zeggen wat we wel allemaal doen. En dan gaan we weer terug. Maar ondertussen is de sfeer neergezet als zou er weer in die wijken een probleem zijn. Een probleem zijn wat we niet kunnen oplossen. Okay. Problemen aanpakken, kansen bieden. Voorzitter, waar de heer Pechtold mee begon, dan had hij ook gewoon als enige interruptie kunnen hebben als hij naar het verhaal had geluisterd. En niet meteen aansloeg op iets wat hij gelezen had, wat er anders was. En trucje, ja, u verwijt mij een trucje. En dit is wel waarom mensen afhaken. Dat als er hier een voorstel wordt gedaan, dat er niet op de inhoud wordt gedebatteerd, maar er gezegd wordt, oh, het komt van die, het zal weer een trucje zijn, het is niet serieus. En dan zegt u ook nog dat ik doe alsof er in die wijken problemen zijn. Je zult dan maar wonen en nu al weten dat je dit niet mag studeren. Je zult dan maar wonen en weten dat als je uit de kast komt in elkaar geslagen wordt. Je zult dan maar wonen en dit hele debat nog geen letter van kunnen verstaan, omdat je geen Nederlands spreekt en niet in de Nederlandse cultuur hebt. Je zult maar de rest van je leven die achterstand moeten meedraaien in de samenleving. En hier zien dat als het besproken wordt, er vooral mensen beginnen te praten over één maatregel, een woord, het trucje noemen en dan weer lekker terug met een moreel verheven gevoel in de bankjes gaan zitten en er niks is veranderd en niks is gedaan. De heer Klaver. Wat een arrogantie, zou ik willen zeggen tegen de heer Dijkhoff. Ja, u herkent het als geen ander. I rest my case. Wat een arrogantie. De heer Klaver. Om heel eerlijk te zijn. Collega's uit uw eigen coalitie, die stellen u inhoudelijke vragen over dit voorstel. Die heb ik ook die stellen inhoudelijke vragen over wat hier gebeurt. En om heel eerlijk te zijn, het antwoord dat we krijgen is, nou, het is niet helemaal een voorstel wat ik doe. Het is wat in Denemarken gebeurt en ik vraag het kabinet om daarop te reageren. Er is wel degelijk een voorstel gedaan door de VVD. U wordt daarop bevraagd. Het wordt duidelijk dat het eigenlijk helemaal niet zo heel stevig in elkaar zit. En vervolgens begint u om u heen te mappen en te zeggen dat de andere collega's die politieke trucjes aan het uithalen zijn. Mijn vraag aan u zou zijn, heer Dijkhoff, ik herken ook het systeem wat hierin zit. De VVD komt weer met iets op een cultureel thema geënt voorstel, zodat het niet over de dividendbelasting hoeft te gaan. Dat is wat u hier doet. En wat ik nou niet snap, als u dat dan toch wil en het over criminaliteit wil hebben, waarom bent u niet met een voorstel gekomen voor de bovenkant van de samenleving, voor de witte borden criminaliteit? Laat ik zeggen, bijvoorbeeld frauderende uitvaartondernemers of huisjesmelkers. Of als het gaat over witwassende bankiers. Zullen we daar ook de straffen verdubbelen, meneer Dijkhoff? De heer Dijkhoff. Voorzitter, als ze het in die wijk doen, wel ja. Ja, dat is consequent. Ik heb elke inhoudelijke... Nee. De heer Dijkhoff. Dat is consequent. Ik heb elke inhoudelijke vraag beantwoord. Van coalitie en oppositie. En daar ga ik ook gewoon mee door. Maar ik vind het wel treurig dat er hier een wedstrijd gedaan wordt om het snelste te zoeken naar een soort van disqualificatie in plaats van op de inhoud te kijken. Ik ben er open over dat ik deze voorstellen, ik zou ze steunen. Ik vind ze goed. Ik wil ook weten of er redenen zijn om ze in Nederland anders te doen of niet. Dat wil ik ook weten. Maar ik heb nog geen betere aanpak en nog geen consistenter verhaal gezien dan wat ik in Denemarken heb gezien. En ik zie wat daar gebeurt en daar ben ik positief over. En ik vind ook dat alle manieren die we tot nu toe hebben geprobeerd met integratie, die hebben gewoon niet de vruchten afgeworpen. Die laten individuen in de steek. Die laten mensen achter. Die accepteren dat ze onvrij zijn. Er zijn veel mensen goed geïntegreerd. Fantastisch. En ook aan de andere kant vraagt dat veel van de samenleving. Daar kom ik straks nog op terug. Dan moet er ook bij zeggen, als je je vrijgevochten hebt, hoor je er volledig bij. Dan moet er ook geen enkele acceptatie zijn, ook niet in een foute grappensfeer van onderscheid op achtergrond of religie. En het hele plan, dat wil ik graag bespreken. En ik vind het echt gewoon heel jammer dat we hier nu weer onze nummertjes van de dag daarboven stellen. Prima inhoudelijk. Maar ook dingen als arrogant of trucjes, joh, dat heeft toch helemaal in Nederland helemaal niemand ene klap aan om dat hier in interrupties te gaan verwijten? De heer Klaver. Voorzitter, ik hoop maar dat het een mislukte grap was van de bekende Dijkhoff-humor. Dat hij zegt, nee, als ze in die wijken wonen, dan gaan ze wel harder gestraft worden. Dit laat precies zien. Nee, niet als ze waar wonen, het probleem als ze het daar plegen. Dit laat precies zien waar het probleem zit. Die witte bordencriminaliteit is ook een probleem. En u koppelt het nu aan deze wijken.
Wat ik aan u vraag is, u focust zich weer op wat er gebeurt aan de onderkant van de samenleving. Daar naartoe trappen. Maar als het gaat om de trap aan de bovenkant schoon te vegen, om met voorstellen te komen om bijvoorbeeld die witwassende bankiers aan te pakken, dan blijft het stil bij de VVD. Dit is een doorzichtige truc, want dat is het. Een doorzichtige truc om ervoor te zorgen dat het bijvoorbeeld niet gaat over die dividendbelasting. En dat ziet u niet. Voorzitter, dit gelooft echt helemaal niemand in Nederland. Er wordt een beetje matig geklapt erachter. Niemand gelooft. We zullen eens opletten, meneer Klaver. Ik zou ook opletten, dat doe ik ook elke dag. Als u ook nu even oplet, er is helemaal niemand die denkt dat het vandaag niet over de dividendbelasting gaat. Daar heb ik het uitgebreid over beantwoord. Daar hebben we het eerder over gehad. Op geen enkele manier. Ik snap het niet dat u zegt dat ik trap naar beneden. Als ik zeg dat ik die mensen die het zwaarst hebben, dat je die wil verheffen, dat je die wil helpen, dat je die vrijheid in wil helpen. Dat zou u toch moeten omarmen. En voorzitter, het gaat me dan niet alleen om het plezier van de sport, maar ook de gezondheidseffecten. Mensen bewegen nu minder, dat is niet zo goed. Ik las dat mensen nu gemiddeld 2 tot 3 coronakilo's erbij hebben. En het zou fijn zijn als die weer afgesport kunnen worden. Ik vraag dit voor een vriend. De heer Dijkhoff zegt dat hij niet gelooft in directe democratie. En hij voegt daaraan toe, als ik zelf elke dag vrij zou kunnen kiezen, zou ik elke avond snacken en Netflix gaan kijken. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat de Nederlandse bevolking en de burgers in Nederland niet goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat is de implicatie. De implicatie is, als we het aan de mensen zelf overlaten, dan gaan ze de hele dag snacken, dan gaan ze de hele dag tv kijken. Dat kunnen zij niet. Het is een uitgesproken arrogante gedachte die mij niet overtuigt, die de meeste mensen in Nederland niet overtuigt. Sinds de jaren 70 is er een solide meerderheid van bijna 2/3 onder de bevolking geweest van mensen die meer invloed willen. En ik snap het wel. Ik snap wel waarom de heer Dijkhoff dat doet. En ik wil heel graag zijn reactie daarop. Want onder zijn bewindsperiode, en tijdens dat hij staatssecretaris was, en ik heb het even opgezocht, zijn er 333.211 niet-westerse immigranten naar Nederland gekomen. 333.211. Dat is een aantal zo groot als de stad Utrecht. Er is bijna niemand in Nederland die dat beleid steunt. Er is bijna niemand in Nederland die dat zou hebben gewild en die daarvoor zou hebben gestemd, als het in een duidelijke referendumvraag aan hem was voorgelegd. En de enige reden dat de VVD er toch mee wegkomt en toch weer de grootste partij heeft opgeleverd, is omdat er in de aanloop naar de verkiezingen zoveel onrust en zoveel diffusiteit wordt gecreëerd, dat mensen denken, nou, met al die rally in Rotterdam en al die andere dingen, laten we dan toch maar weer VVD stemmen. Maar u zou er niet mee weg zijn gekomen. De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, ik begin nu nerveus te worden, want ik word beschuldigd van arrogantie door de heer Baudet, dus dan heb ik het bond gemaakt. Daarom lijkt het me verstandiger dat ik het even uitleg. Kijk, ik zeg niet dat mensen geen keuze kunnen maken, dat kunnen ze heel goed. Daarom hebben we ook een democratie, daarom stemmen mensen ook op partijen die een solide pakket, een wereldbeeld hebben, die dan de belangen af kunnen gaan wegen. Daarom hoor ik ook vaak, joh, ga je werk doen en val ons er niet meer lastig. En ik zeg dus dat het beslismodel van iedere keer één elementje zonder context, dat het niet een gezonde manier is om het land te besturen, vind ik persoonlijk. Vinden heel veel Nederlanders ook met mij. De heer Baudet denkt er anders over, dat is prima. En als het gaat om die aantallen vluchtelingen, ik heb het idee dat er een beetje veel opgeteld is, want ik zat er maar 2,5 jaar, maar goed. Kijk, ik wilde ook helemaal niet dat die grote aantallen mensen binnenkwamen. Ik ben ook geen oorlog begonnen waar ze vluchteling door zijn geworden. Ik heb daarom ook heel veel tijd besteed aan mensen die in Nederland kwamen fatsoenlijk op te vangen. En nog meer tijd besteed aan het samen met anderen in Europa zorgen dat we weer controle over hun grenzen kregen. Dat we afspraken maken met Turkije waardoor tienduizenden, honderdduizenden mensen minder naar Europa kwamen en dus ook niet in Nederland konden. Afspraken te maken met de landen op de Balkan. Dat er niet één vrije doortocht was naar West-Europa. Om te zorgen dat die instroom weer indamde. Daar heb ik nog meer tijd aan besteed en ik ben er blij mee dat ik daaraan heb bij kunnen dragen en dat de instroom nu een stuk lager is. De heer Baudet. Ja, het kernwoord in het antwoord van de heer Dijkhoff is proberen. Ik heb geprobeerd dit te doen, ik heb geprobeerd dat te doen. Het gaat mij om de resultaten, die zijn niet naar behoren. En uw partij had daarop moeten worden afgerekend, uw beleid had daarop worden kunnen afgerekend, als wij een referendum hadden gehad, als de bevolking een directe inspraak zou hebben gehad op dit soort kwesties. Voorzitter, ik zal altijd blijven proberen het beter te maken. Ook als ik alleen maar kan kiezen uit oplossingen die ook nadelen hebben. Ik zal het altijd proberen. Net zoals de heer Baudet zal blijven proberen, was hem ook niet in één keer gelukt, om de grootste partij te worden, premier te worden, zal ik ook blijven proberen mijn doelen te verwezenlijken. En ik vind het eerlijk gezegd, ik word liever verweten dat ik iets geprobeerd heb, dat het niet perfect was, dan dat ik nooit iets fout heb gedaan, omdat ik altijd aan de zijlijn heb zijn schreeuwen en nooit verantwoordelijkheid heb genomen. Tot slot. Wij rekenen mensen liever af op hun resultaten dan op hun intenties en pogingen. Ja, ik weet niet of anderen dat gevoel niet ook hebben, maar ik heb vaak het gevoel dat het beneden mijn waardigheid is om hier zinloze
om hier zinloze argumentaties af te steken. Ja, voorzitter, dank voor het woord. Maar natuurlijk nog grotere dank aan de heer Baudet dat hij al zoveel minuten besteedt aan het voeren van een gesprek ver beneden zijn waardigheid. Hij klaagt. En ik snap sommige van zijn klachten snap ik nog. Er wordt vaak alleen maar vastgehouden aan de tekst die er al is, niet geluisterd, las hij voor van papier. Hij klaagt dat er niet geluisterd wordt en niet geïnterrumpeerd, niet inhoudelijk gediscussieerd. Dat doen we hier al minuten. We luisteren naar de heer Baudet als hij ons op de hak neemt. Wij luisteren naar de heer Baudet als hij voor de 8e keer klaagt dat hier in het parlement iedereen zichzelf steeds herhaalt. Dat doet hij dan zelf ook. We luisteren naar de heer Baudet als hij klaagt over haakse spelletjes en net een interruptie van de heer Pechtold ook afdoet met de handige, ik gebruik mezelf ook wel eens, maar klassieke truc, ik heb geen vraag gehoord. We luisteren naar de heer Baudet als hij met pseudopoëtisch gereutel hier komt en ons voorleest uit boeken die we al lang gelezen hebben. Zelfs qua... Nou, dat is dan weer de meevaller van de avond. Zelfs quasi-sensuele gedichten kan ik ook nog enig genoeg insmaken dat ik andere collega's al wat ongemakkelijk bij zie schuifelen op hun stoel als u over dijbenen begint van jonge dames. Ik mag dat wel. Ik kan me ook voorstellen dat u met al die creativiteit een hele goede inbreng had kunnen leveren. Ik kan me gisteren herinneren, eergisteren, dat u mij geïntrupeerd heeft. Een vraag heeft gesteld op inhoud. Ik heb echt mijn best gedaan met de beperkte kennis die ik heb, u heeft vast meer, om daar inhoudelijk een discussie aan te gaan. Dus ik voel me dan wel een beetje beledigd als u net doet alsof u heel hard werkt. En ik gun u uw wijntje in de wandelgangen ook, maar verwar dat dan niet met dat u een beeld schept, dat u heel dat zwoegen bent voor de partij. U geniet hiervan, u geniet van het spel. U heeft gekozen het een keer anders te spelen om te kunnen zeggen dat u er niet aan mee wil doen. Maar u doet het ook, we luisteren naar u en we stellen ook vragen. En had u deze tijd dan niet veel beter kunnen besteden, die we nu al met elkaar doorbrengen, met alle collega's, aan een van de vele punten die u zegt te willen veranderen? Want als ik niet weet wat u wil veranderen in zo'n debat als dit, dan kan ik er ook niet mee eens of oneens zijn of tegenin gaan. De heer Baudet. Wat bedoelt de heer Dijkhoff nou precies te zeggen? Dat we in plaats van deze vraag zouden moeten praten over hoe we het parlement beter kunnen laten functioneren. Daar ben ik namelijk helemaal voor, maar uitgerekend zijn partij is altijd heel sceptisch geweest over staatkundige vernieuwing. Ja, voorzitter, het is de spreektijd van de heer Baudet, dus het is nu aan hem. Ik kan heel suggesties aandragen, maar hij had alles kunnen kiezen. Nee, ik bedoel, u vraagt welk onderwerp. U had alle onderwerpen kunnen kiezen. Maar u kiest ervoor om een... Ja, ik weet niet precies, zal nog nadenken, zal ik dat ook een keer doen, de tijd nemen om even na te denken over hoe ik dit nou precies moet duiden. Maar welk onderwerp u ook had kunnen bespreken, hadden we hier kunnen staan bespreken. Doen we nu, we hebben het nu ook, we hebben het nu over u, misschien is dat uw favoriete onderwerp. Maar was het niet nuttiger geweest om deze tijd inhoudelijk te besteden? Misschien kunnen we het volgend jaar nog een keer proberen, maar dat zou ik toch nuttiger hebben gevonden. Ik vind dit ook leuk, maar... Ik ga graag door met mijn spreektekst als de heer Dijkhoff klaar is met zijn interruptie. Dan kan ik over de inhoudelijke voorstellen van onze partij beginnen. Oké, volgend jaar beter.